Goedenavond, CX-rijders. Ik heb vanavond een kapotte zekering. Alleen de zekering is niet doorgebrand. Ik moet ook even experimenteren met de camera. Het gaat om de bovenste zekering. Mijn koplamp doet het niet. En terwijl ik toch van overtuigd was dat het moest werken, deed het niet. Hop, en de koplamp brandt. En hij is weer uit. Dat is dus het nadeel van die glaszekeringen. Kijk, hij is nog steeds niet opgebrand. Maar hij maakt geen goed contact. Dus je zoekt je wezenloos wat de storing is. Dus daarom zeg ik altijd, loop je zekeringen na en vervang ze op tijd. Deze is dus niet door kortsluiting overbelast, maar gewoon de trilling. Thermisch, ja, toch warm worden, uitrekken, strekken en weer afkoelen en op een gegeven moment scheurt hij. Dus daarom, nu heb je echt het voorbeeld. Dit is gewoon echt een praktijkgeval als je vervelend, maar vervang de zekering en hij doet het weer. Ik hoop dat het straks op YouTube goed te zien is. En ja, we zien wel. Maar bedankt weer, tot de volgende keer weer en tot ziens.